Hallo allemaal. Ja, de hulper is bezig, want de reden dat ik dit doe, het is zo'n klein ploegje en zo'n groot veld. Als ik het zelf ga doen, dan duurt het uren. Dus ik laat daarom laat ik het hulpje doen en ik weet niet zo lang meer in de gang gaan. Hij heeft het hele veld voor zijn eigen, dus dan zal ik ze. Wat? Oh! Ik dacht dat ik alles uit tegen had gehad. Oké. Dit was je vergeten. Sorry. Wat zei ik nou? Dit moet geploegd worden, maar dan zeg ik tot daar en niet verder. Want hier is het, nee, mag ik niet meer zeggen. Het moet geploegd worden, want het is geen. Oh, onvoldoende geld? Voor wat? Ik zou zweren dat het stond onvoldoende geld. Voor wat dan? Maar hij is nog aan het zeggen. Is er wat in de tweede hand? Een tweede heeft troep, dat zou ook wel prettig wezen. Oh, kijk dat even. Dan weer verrijken. Ja, daar heb ik niks aan. Ik heb het geld ook niet voor. Dit is het nadeel. Ik wil een contract doen om wat geld te verdienen. Dat is een beetje een leuk contractje beschikbaar. 2100. 7000. Balen maken. Maai het gras op veld 16 droog met een schudder en maak balen en maak een balenfabriek. Breng de balen naar Johnson Farmers Market. Gebruik je eigen apparatuur of huurapparatuur voor 50 euro minder opbrengst. Veld 16. Het zal wel een groot veld wezen. Oh nee, niet. Dat is hier. Dat kunnen we wel doen. Accu. Moet ik materiaal ophalen of heb ik zelf materiaal ervoor? Ik heb daar zelf materiaal voor. Dan stuur ik het hulpje wel naar huis. Zo. De ploegen stellen we even uit. Oh, dit is echt een stoel, dan zou ik zo'n slaap niet op mijn slaap kunnen vallen. Niet dat het gebeurd is hoor. Vaak genoeg. Zie ze hier zo. Die afkoppelen. Nee! Hey, hallo, ik zei dat je weg moest. Maar deze streep maar even af. Nee, geen tijd voor. Zo. Zo, oké.
Dan gaan wij naar veld 16. Over. Wil ik wel mijn balenmarkt meenemen en mijn maaien? Nee, ik heb geen maaien, toch? Oh, wacht even, maar dan moet ik twee dingen meenemen, toch? Want hier kan geen maaier op. Daar kan geen banen maken. Hé, hey, wat is het voor een klitsch? Nou, dan kan die hulp hier van mij verder van met deze. Ja, ik ga weg. Wij gaan. Ik kan het eerst. Oh, wacht, ik kan natuurlijk eerst gaan maaien. Wat zegt om maaien, op te maaien en balen te maken. Maak het gras op veld 16 droog. En maai het gras op veld 16 droog het met een schudder. En maak een balen van. Breng de balen uit onze farm. Een schudder, hoor, die heb ik niet. Dan moet ik dan huren. Wat valt hier onder? Schudder. Schudders. 7000. Ja, huren. Hoe is dat? Dat is aardig. Toppetje. Moeten we eerst even de dingen halen. Ik kan 7000 eruit geven, maar ik heb de schudder zelf nog niet nodig. Dat is dan maar voor die 140 euro. Deze rijdt nog niet zo goed. Dat is jammer. Oh nee, hij is niet aan het werk. Oké. Okay. Waar ben ik? Ik zal blij zijn als ik deze weer ga kopen. Even mijn gaspedaal laag opzetten. Ja, we doen normaal met mijn blote voeten, maar je zit naar mijn sokken. Dus het glijdt aan alle kanten.
Darrow. Geef gas dan, maar ik zit de hele tijd op je te wachten. Ja, de schudder kan er wel bij hem aan de achterkant, dus dat scheelt hier. Dan moet ik daarna die stroopballen gaan maken, maar dan heb ik die trekker nodig. Dus daarom hoop ik wel wat tweede trigger te hebben ook. Dus ik hoop dat er eentje gaat met de tweedehands hoek terecht komt. Maakt het ook gewoon een stuk prettiger. Net zoals die tweede kar die ik gekocht heb, ik heb er geen spijt van. Het hooi staat nu op een kar en in een andere kar zit vol met zaken. Perfect. Bladeren in je gezicht. Dak. Hey, waar is de kaart? Ik ga nog steeds. En zo wel, dan hebben ze het weg. Nou, ik ga wel aan de kant als een auto, maar dat ze een tijd overgesteld zijn. Dat is dat vreemde hulsje wat een klusje wat mij hier doorheen kan. Ik heb ook gehoord dat je extra geld kan verdienen aan die baantjes die je aanneemt. Dat je maar 68% van het veld te storten. En de rest kun je gewoon in je zak steken. Gaan wij natuurlijk niet doen. Ja, ik heb wel een beetje instructievideo's gekeken over wat ik moest doen bijvoorbeeld. Want ik heb met veel dingen niet zoiets van, wat moet ik in godsnaam doen? Wat is dit? Ver nog. Oh, niet ver meer. Eindelijk. Oh, kijk, ons hart gaat 22. Oh, alleen dichter terug. Cool. En dan vertreden. De langzame verkeer. En als een auto kan, komt even mijn pijp uitlaten. Zo. Gebeurt er toen niks. Even de controle van de sturing. Ik doe het. Regelt het, hè? Ja. Oh. Lekker droog zit hoor. Nou moet ik het gras drogen terwijl het regent. Ik vind best. Ik vind best.
Vraag me af, zou ik nou een hulp die op dat werk kennen zijn? Dat is natuurlijk wel lucratieve inkomsten. Dat. Support your farmers. Yeah. Ik zit echt met mijn voet op het metaal. Ik kan er niet verder in trappen. Maar ik heb niks aan te doen. Ik heb iets. Oh, volgens mij ben ik vandaag gereden. Ik zit weer met mijn hoofd aan andere dingen te denken. Ik zag dat ding ineens en ik denk, oh wacht even, ik ben verkeerd gereden. Ja, want daar staat. Wel een kleintje. Maar het is een klein veldje. Maar dat komt nog goed uit. Ik ben een grote keer duurder dat ik er een half lang geweest. Ik weet het zo meteen een keer heel groot duurder. Ik moet alleen duur. Meen je dat nou? Is dat voor de heftruc? Oké, dan staat hier in ieder geval. Gaan wij naar het veld. Even kijken. 9. Veld 16 hebben we denk ik. En hier. En hier meteen. Best wel. Deze weg maar doorrijden. Nou, daar is ook een losplaats zo te zien. Oh, wacht even, waar staat die wel weer aan? Die week het er weer hard gegooid, zeg maar. Gewoon. Zo wens je collega's een fijne kerst. Net alsof het de dag van gisteren was. Wat is het nu al? 8 januari. 8 januari. Nog 7 januari. Oh nee, ja, nee, het is de einde, het is zaterdag. Zag je wel. Nee, het gaat ook zo snel. Het was nog 11 uur, het is eigenlijk nog wel 12 uur geweest. 10:28, half 11. Wacht even, voor in het begin. Nee, het is 1:30 ging. Ik vind dat ze die klok eigenlijk wel. Conform de tijden er mogen laten komen. Is weer mijn kaart weg. Ja, want ik wist dat we hier bij een knooppuntje kwamen. Dus. Links af. Ze rijden in het huis. Bomen maken het ook niet makkelijker. Nog achter me? Nee. Ja. Ja, fijn voor je. Hallo, gang voor drie.
Oh, dat gaat niet grappig, dat gaat niet op, maar dus zag ik het niet. Nee, oké, dat valt mij. Ja, maar hij zit er steeds achter. Echt, gaat het? Dit is het geld, oké. Okay. Dat komt trouwens weer uit. Ja, uit. Die bakjes aan het ratertje zijn, et cetera. RBX. Oogsten terwijl het regent vertraagd. Ja, nou waarschijnlijk wel. Niet vergeten dat ik het vergeten heb. Stroomstal en zwaarder. Dat is RB. Hij doet het niet, what the fuck? Ik vertel dat hij geen gas kan afzetten, ik op het goede veld. Ja, anders kijk ik de vuilmelding dat ik verkeerd zie. Ja. Even kijken. Nee. Verlaagde opbrengst. Oh, wacht even. Ja, wat is dit voor uitroepteken? Ik heb het er nooit gezien. Hier. Oh, daar moet ik het dan heen brengen. Ja. Ik begrijp het wel. Nou, wat is de weather forecast? Tot 5 uur. Goed, en we leven op 11 uur. Ja, dikke toeter. Ik had deze hier willen verstaan. Jammer. Oh, je bent lekker bezig. Als er niks in de weg staat, dan kun je ze rustig hun gang laten gaan. Ze merken ze perfect. Het kan zijn dat ze een strookje laten liggen. Nou ja, dat gebeurt mij ook zo vaak. Het is, waarom moet het nou juist regenen wanneer ik een klus aanneem? Kijk jij voor het hinkje? Moet ik een schade betalen? Kijk, het kost geld. Ja, het kost geld. Maar ja, in die tijd, ik wist niet beter of ik kon gewoon die klus doen. Daarom heb ik dit gedaan. Ik denk, want dat tegen de tijd dat ik klaar ben met het maaien, is hij klaar met dit. En dan kan ik deze plakken, dan kan ik die dorst erachter zetten. Ah, het regelt ook niet. Nee, Amsterdam. Kijk, de zeiknet, die komt net van de dakterras. Dat is een leuke jongen. Dat is ook zo. Ik ben de enige die aan de buik van mijn bekend mag komen. De aaien, et cetera. Zodra je wat anders wil doen, meteen de nagels in het land. Buffrouw Boven, die inderdaad. Ze zag dat ik hem bij zijn buik pak. Dus ze wilde het ook, ze zal me niet doen, want hij haalt uit.
Nou, ze kwam een beetje te dicht bij zijn buik en meteen net bijna. Maar ik niet. Nee, jongen, hoor, ik krijg echt een buikje beet. Ja. Ik wist dat ook niet. Mijn kat die at altijd heel slecht. En ik denk, hoe kan dat nou eens? En ik kijk naar een YouTuber, dat is een kattenfluisteraar. En in een van zijn video's vertelde hij van als je katten, dat ging dan over moeilijk eten, dat ze snorharig overgevoelig zijn. Dus dan kan je niet in het uit een te smal bakje eten. Ik denk, ik ga het eens uitproberen. Dus ik ga naar de dierenwinkel, ik haal een grote tomatenbak en gooi daar zijn eten in. Nou, alsof je 100 jaar niet gegeten hebt. Ik heb maar meteen 4 voedingen gegeven. Dat is ook zo. En nou eet hij het uit een grote bak. Net zo, want hij had ook geen brokkies. Ook in een grote bak. Nou eet hij ook brokkies. Nee, je hebt niks vergeten. Oh jawel, 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 jawel. Daar. Maar dat maakt niet uit, dat denk ik nog maar. Daar een klein stukje niet vergeten, maar dat maakt niet uit. Natuurlijk. Klaar met werken. Yes. Nee, het regent nog. Oh, het is ook weer lekker weer voor de kachel. Nee, kachel zit half warm tegenwoordig. Hoewel ik moet zeggen, kachel, ik vond het altijd heerlijk. Als ik van mijn werk kwam en het was koud, of ik was op visite geweest, altijd op de fiets, beren koud, ik kwam weer boven, was het lekker de kachel en dan lekker voor de kachel liggen en lekker pitten. Oh. Zalig. Maar dat hoef je met de cv niet te proberen. En een mooie rode licht wat er altijd vanaf kwam. Nog toch iets. Even kijken, V. Alexa, how much time left on the timer? There are no timers set. Oh shoot. Alexa, set timer 20 minutes. 20 minutes, starting now. Thank you. Ik zou zweren dat ik het ga activeren. Zo, dat is allemaal geploegd. Hartstikke mooi. En de ploegen ook weer naar de andere kant. Oh, vee. Eentje ploegen is genoeg. Zo, dat veld is in orde. Dan ga ik wel even weten wat er met mij moet gebeuren. Bemest. Oh, alles is goed. Ja, heel mooi. Ja, maar we moeten 2 keer bemesten, want dan krijg je tenminste meer opbrengst. Maar dat doe ik pas als ze geplant zijn. Dus ik denk dat ik nu maar weer ga slapen. In de hoop dat we dan
Nou, droog weer in. Oeh, ze praat over me. Maar ook die piepert. Dat is een gezicht dat je bij ons thuis altijd. Als je oppiept en dan praten ze over je. Heb je juik in je handen, en dus de linker, dan wordt het flinker. En juik je rechter, dan wordt het slechter. En het is droog, dus we kunnen aan de gang. Nee, deze. Niet gaan zeuren dat het regent, hè? Zo, dan zetten we hier een hulpje op. Geen veld gevonden. Oh, sorry. V. B. A. Nee, we kunnen dit werk niet doen. Oké. Waarom maait hij niet? Ik moet toch maaien, zei hij? Maai het gras op veld 16. Ja. Ik snap het, de ballen die van ons. Het is veld 16. Ik heb misschien een verkeerde. Oh, dat staat hier trouwens. 0,25 hectare. Dan hoef je ook niet meer te kijken hoe hoog het is, hoe groot het is. Kunnen we deze annuleren? Dan ga ik wel ploegen. Nee, maar één trekje. Dan gaan we deze even naar huis rijden. Maar dat laten we even dan door een. Oh, dat kan niet wat dingen aan tevoren. Oh jawel, ik kan hem naar huis sturen. Dat is wel ook. Wat? Hey, waar is mijn contract gebleven? Wat? Die heb ik geannuleerd. Wel een groot gebied nodig.
Oh, ho, ho. Dan kan ik dit ding ook afmuren. Weg wat ik met huren. Anders kost dat alleen maar geld. Dan gaan we deze verkopen, dan komen we groter op. Nee, jij niet. Wat fijn heb ik hem. God, zit hier het koppelpunt niet? Nee, echt te scherp. Oké, okay, dan gaan we even op de ploeg verkopen. Ach, dat is niks in de tweede hand. Vloeibare kunstmesters. Dat is ook misschien niet aan. Hetzelfde die ik heb, alleen deze is zwart. Nee, oké. Okay. Deze is. 1,5 meter. Deze is 2,5 meter. Die is 3,5 meter. 2,5 meter. Volgens mij neem ik het al. Dus, oh shit, moet ik hem wel kopen. Waar ga ik hem op? Nee. Zo. Ja, ik ga steeds kijken voor zakken. Ik heb de video nog niet teruggekeken, dus.
Misschien dat deze iets langer wordt dan 30 minuten. Ik dacht dat ik het Alexa als de tijd had laten zitten. Ik zou zweren dat ik het ook gedaan heb. Waarschijnlijk ben ik het vergeten. Oh, dat potje. In geval is het toch kapot. Nee, ze zijn er bijna. Ik zie het er al even bij. Met hier geen andere dingen meer. Ik moet een gewicht voor hebben. Moet ik jou aanpassen? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb niks te klagen over deze trick. Ik vind het Ferguson, ik vind het betere heftruc dan John Deere. Nee. Oh, ik ben verkeerd, denk ik. Ja. Het is daar. Ik dacht dat ik een 3-punt had. Nee, niet. Oké, nou dan kan ik een gewicht kopen. Ik
Ach, dat is hem hier zijn boemerbak. Daar staat hij. En dan moeten we naar veld 53. Ook niet zo'n groot veld. Dat is wel prettig. Het is ook wel prettig dat de gaspedaal niet zegt naar de schoot. Een rimpedaal. Maar nou ja, dat alle twee die dingen in één. Ja, daar zijn we. Oh, we zijn er in de buurt. Gebeurt weer. Ah, kom op. Tijd is over. Bedankt voor het kijken. Ik hoop je mijn volgende video te zien. Doei doei. Bedankt voor het kijken.